denken dat je wel eens zou kunnen doodgaan. En terzelfde tijd geen enkele angst voelen. Wat betekent dat? Op weg naar de dokter ben ik beginnen wenen. De dokter zei, ik denk dat je me probeert te zeggen dat het niet gaat. En dan heb ik gewoon gezegd, ja. Je staat aan de rand van een afgrond, zei hij. Je kan voldoen, maar dan ga je binnen een paar weken zo hard in elkaar stuiken dat je nooit meer dezelfde zal zijn. Dan kan je niet meer terugkomen. En ik dacht, ja. Ik ben daarna gaan wandelen, zonder doel. Ik weet niet meer of ik iets ben gaan drinken, hoe lang ik gewandeld heb. Ik dacht, waar ben ik nu in terechtgekomen? Alsof ik over een lijn stapte, een nieuwe wereld in. Ik wist niet wat me dat ging brengen. Maar ik wist wel, ik stap die drempel over en ik geef het uit handen. Dear all, I am on sick leave till January 8th. I will be answering your emails on my return. Enjoy the holiday season. Sophie.